Maar voor de mensen die ook niet weten welke telefoon ik heb, allernieuwste iPhone 16 Pro ging unboxen, ging ophalen. Hoi, ik ben Kim en super leuk dat je kijkt naar deze allernieuwste video. Vorige week heb ik een video geplaatst met dat ik de allernieuwste iPhone 16 Pro ging unboxen, ging ophalen, ging setupen. Is dat een werkwoord? En nu in deze video, een week later, ga ik een What's on my iPhone 16 Pro. Doen. Het is eigenlijk niet erg heel veel veranderd vergeleken de vorige keer, maar ik heb een paar apps weggedaan. Mijn instellingen zijn wat anders, dus bij deze. Voor de mensen die de video van vorige week nog niet hebben gezien, ga die zeker even checken. Check even het i'tje, daar staat een video in. Maar voor de mensen die ook niet weten welke telefoon ik heb de allernieuwste iPhone 16 Pro in het wit, zilver of hoe je het ook allemaal wil noemen. En ik heb gekozen voor de 1 terabyte van geheugen. Ja, en dat bevalt me wel. Dus in deze video ga ik jullie lekker meenemen door mijn telefoon heen en wat er nou allemaal op staat en wat er allemaal is afgehaald. Laten we heel gauw beginnen met de video. Let's go! Voordat we deze video beginnen wil ik wel even één ding zeggen. Eigenlijk ook iets superleuks, want zoals jullie weten en zoals de meeste mensen mij waarschijnlijk ook volgen, ben ik een danser, maak ik dansvlogs, noem het maar op. Maar ik heb natuurlijk ook een eigen dansschool genaamd Creatious Dance Studio en daarmee ga ik ook naar wedstrijden toe. En ik heb besloten dat wij dit ook gewoon lekker gaan vloggen, lekker online gaan gooien. En daarvan is dus ook nu een YouTube kanaal te vinden. Er staat nog niks op, maar het linkje staat in de bio mocht je dat lekker willen volgen. Want die vlogs komen namelijk niet op mijn eigen kanaal te staan. Dus dat jullie dat even weten. Laten we nu echt heel gauw doorgaan. Oké, ik zei het net ook al. Ik heb de iPhone 16 Pro in het wit, zilver, titanium of hoe je het ook allemaal wil noemen. En ik heb de 1 terabyte. Ik heb het hoesje van de Mediamarkt. Het is van met die MagSafe gebeuren. Ik heb zelf geen oplader, maar ja, waarom niet? Ik vond het een mooi hoesje en hij is ook super chill. Alleen het enige nadeel is, vind ik zelf, aan de onderkant dus niet heel erg beschermd is. Ja. Fine, by me. Ik heb hem nu een week en hij werkt echt ontzettend goed. Batterijkwaliteit is echt, maar ook echt insane. Ik kan er bijna eigenlijk gewoon wel bijna 24 uur mee doen eigenlijk. Het is echt bizar. Normaal gesproken met mijn andere telefoon die ik had, die ik nu gebruik voor zakelijk eigenlijk, zet ik hem eigenlijk altijd op energiemodus. Dat doe ik nu ook niet meer. Dus laat staan hoe goed deze batterij is. Echt, ik ben er zo ontzettend blij mee. Oké, nou, hiernaast zie je mijn super mooie scherm. Dit is mijn, mijn beginscherm. En dus ook mijn notificatiescherm eigenlijk, want als ik hem dicht doe dan ja, stopt de opname. Ik heb hier linksboven echt een super mooie agenda. Ik zou eigenlijk over ongeveer 25 minuten al moeten editen deze video. Nou, dat ga ik dus niet redden, maar dat terzijde. Ik heb daar dus mijn agenda staan. Ik vind het zelf heel handig om gewoon lekker naar beneden te swipen en dan te zien van hey, wat moet ik doen? En het is ook namelijk een snelkoppeling naar jouw agenda zelf. Dus als je erop klikt, dan kom je daar vanzelf. Rechts heb ik dan eigenlijk het weer staan. Ja, vind ik zelf gewoon heel handig. Stel ik moet werken, stel iets in die richting, kleding uitzoeken, noem het maar op. Kan je daar ook gewoon lekker op klikken. Nou, dan swipen we hem open. En ja, dit is eigenlijk inderdaad mijn beginscherm waar ik eigenlijk altijd soort van als eerste heen ga. Maar dit is mijn echte officiële eerste beginscherm. En hier staan eigenlijk gewoon, zoals jullie waarschijnlijk wel gewend zijn vanuit mij, allemaal apps op die ik of heel zeldzaam of heel weinig gebruik of helemaal niet gebruik. Laten we gewoon van boven naar beneden beginnen. Ik heb berichten, agenda. Deze app gebruik ik echt constant. Agenda is echt mijn nieuwe hobby geworden, geloof ik. We kunnen er wel even doorheen gaan. Dit is dan voor vandaag. Ik had een heel druk schema. Ik heb eigenlijk de helft eruit gegooid omdat het is mijn enige dag vrij namelijk voor na mijn training. Dit heb ik dus eigenlijk constant erbij staan. Dus het is echt, ja, als je mijn agenda ook ziet, als je uitzoomt, is het echt gewoon van ah, nice, wat is dit allemaal? Ja, mijn agenda is echt bom en bomvol. Het is echt insane, maar ja, dat is dus mijn agenda. Mijn foto's, nou, dat spreekt denk ik ook wel voor zich. Ik heb heel veel overgezet van mijn andere telefoon. Dus je ziet ook heel veel foto's die ik heel graag op deze telefoon wilde hebben. Zie je nu eigenlijk gewoon terug. En eigenlijk vanaf hier is mijn nieuwste telefoon gekomen. Nou ja, de kwaliteit van deze telefoon is ook echt bijzonder goed. Voor de rest spreekt het een beetje voor zich. Camera! En oh lordy days, ik ga echt even met jullie de camera doorbespreken. Want dit is echt insane. Als ik even dit doe, zie je, hey, zie je jullie. Je kan namelijk met foto's, oh. Wow, ik wist niet dat dit kon. Oké, cool. Je kan dus allemaal verschillende, ja, hoe noem je dit? Kleurcamera dingetjes doen, waardoor het dus een soort van filter erop komt.
Ik weet niet hoe dit heet, maar het zal wel. Either way, wat ik dus wilde laten zien is hoe goed deze lens is eigenlijk. Dus 0,5. Je gaat naar 1. Je gaat naar 2. Je gaat naar 5. Kijk hoe scherp het gewoon nog is. En dan zoom je in. Wauw. Ik kan gewoon lezen wat erop staat. Nu kan ik dat op zich nu ook wel. Maar dat maakt niet uit. Echt, deze kwaliteit van camera is echt zo goed. En jij hebt dus nu ook met de 16 Pro of met de 16 in het algemeen. Dan heb je hier dus ook nu zo'n knopje zitten. En als je daarop klikt, je kan het hier links kan je het zien, gaat hij dus ook gewoon gelijk naar je camera. Ik gebruik het heel af en toe, maar het is wel een handige tool ervoor. Dus dat is echt top. Ja, het weer spreekt voor zich, is niet heel veel veranderd eigenlijk. Klok, ja, alarm voor mijn veel te vroege diensten die ik af en toe heb. Kaarten spreekt voor zich, aandelen gebruik ik eigenlijk helemaal nooit. Notities gebruik ik wel heel vaak, vooral nu omdat ik weer bezig ben met content creëren, dus daar hou ik eigenlijk alles in bij. Hetzelfde voor mijn dansschool hou ik ook alles in bij. Of als ik iets vergeet op te schrijven, dan zet ik het of in mijn agenda of zet ik het in mijn notities. Woning gebruik ik eigenlijk helemaal niet, ook nooit gebruikt. Herinneringen gebruik ik ook niet. Gezondheid gebruik ik wel. En hier staat eigenlijk alles in wat ik bijhoud. Bijvoorbeeld, nou ja, mijn menstruatie. Ik moet dan aankomende week, of echt al een week geleden moest ik ongesteld worden. Ik ben nog steeds heel gesteld geworden, maar het zal wel. Mijn klok, mijn slaap, mijn bedtijd, dat hou ik ook gewoon bij. En ik heb vannacht heb ik echt lekker geslapen hoor. Ik ga heel eerlijk zijn. Ja, en mijn stappen natuurlijk. Je kan wel ook echt zien wanneer ik aan het werk ben en wanneer niet. Ja, oké, okay, cool. Dus die app gebruik ik ook. Apple TV gebruik ik niet. iTunes Store gebruik ik ook niet. App Store, nieuwere app, spreekt voor zich. Boeken gebruik ik ook niet. Wallet, ja, daar heb ik natuurlijk al mijn passen in staan om te betalen. Mail gebruik ik wel dagelijks. Zo, oh, nou kijk. Dit is dus echt weer letterlijk een reclame. Dus nou, die gebruik ik ook. Instellingen spreekt voor zich. Met McDonald's app gebruik ik wel heel veel. En de conditie app ook. En de conditie-app staat dus in het teken ook met mijn Apple Watch. En hier kan je eigenlijk alles bijhouden wat je op een dag hebt gedaan. En zoals gisteren ook, ik had gisteren training. Kan je helemaal bijhouden hoeveel calorieën je hebt verbrand. En bla 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 bla. Dat is scherm nummer 1. En dit is eigenlijk nog de meest niet gebruikte pagina ooit. Oh ja, link. We hebben ook nog onderin hier. Muziek gebruik ik niet. Safari spreekt voor zich. Gebruik ik eigenlijk bijna dagelijks wel. Telefoon gebruik ook wel en buienalarm. Stel ik moet werken, heb ik hier gewoon even een hele snelle snelkoppeling om gewoon te kijken van hey, wat wordt het weer? Nou, en het is nu echt weer zeikweer, dus dat is helemaal top. Het is weer begin maandag, jongens. We gaan lekker. Nou, dan gaan we daar door naar scherm nummer 2. En dit is eigenlijk een beetje dezelfde versie als hoe ik met mijn 13 omging. Ik werk gewoon lekker in mapjes en ik heb eigenlijk alles geordend. Dat vind ik zelf gewoon hartstikke fijn. Laten we bij het allereerste mapje beginnen. En dit is mijn social mapje. Ja, het spreekt denk ik wel een beetje voor zich. Ik heb er heel veel apps uitgegooid die ik dus niet gebruik of die ik gebruikte voor de fun. Die zijn nu allemaal weg, dus laten we er gewoon even lekker doorheen gaan. Instagram spreekt voor zich, denk ik. Volg me als je me nog niet volgt. Hetzelfde geldt voor mijn Creations account. Volg die ook als je die nog niet volgt. Ja, hier plaats ik eigenlijk standaard wel dingen op. Gewoon lekker bijhouden. Snapchat spreekt voor zich, is vooral voor mijn vrienden. Je kan me volgen omdat ik wel een openbaar account heb. Ik volg niemand toe eigenlijk die ik niet ken of iets in die richting. Dus ga er niet vanuit dat ik iemand terugvolg. WhatsApp spreekt voor zich. Gebruik ik dagelijks. TikTok, ja. Ik gebruik TikTok heel weinig eigenlijk meer. Dat is ook wel echt te zien aan mijn volgers die heel erg naar beneden aan het gaan zijn. Maar ja, alsnog heb ik best wel veel interactie met mensen. Mensen blijven me ook volgen. Maar ja, ik plaats echt heel weinig. De laatste keer was 14 september. Nou, we zijn bijna de helft van de maand verder. Treats, hoe je het ook allemaal genoemd. Gebruik ik wel heel veel. Ik plaats eigenlijk dagelijks wel weer iets op als ik er zin in heb. Maar het is ook echt 9 van de 10 keer bullshit zoals je het ziet. Zoals dit ook. En mijn taart. Ja, het is echt... het is echt bullshit. Facebook, ja, spreekt voor zich denk ik. Ik heb Facebook. Ik gebruik het niet heel erg vaak. Wel voor mijn dansschool. Maar meer dan dat eigenlijk ook niet.
Ik mag hopen dat dit buiten is in plaats van binnen. Ik weet niet of je op de camera hoort. YouTube, ja, tuurlijk gebruik ik dat. Dat spreekt voor zich, denk ik. Dit is mijn YouTube kanaal en ik ga vanaf eigenlijk... Vorige week ga ik weer gewoon lekker elke week video's maken. Stel, er komt een extra video, komt die gewoon lekker op de zondag om 12 uur online. En ja, er komen extra video's aan, want ik heb alles al uitgepland weer. En ja, dit is een beetje mijn stijl. Ik wil het wel een beetje gaan veranderen, denk ik. Want als ik er nu zo naar kijk, denk ik echt van, wat is dit? Maar ja, dat is gewoon lekker voor mij om lekker daarvoor uit te vogelen. Mocht je geabonneerd zijn, dan kan je natuurlijk ook gewoon lekker naar mijn community. En hier staat eigenlijk op of er een nieuwe video aankomt en waar ik allemaal mee bezig ben. YouTube Studio gebruik ik voor mezelf om, nou ja, mijn weergaves te zien, inzichten te zien, mijn opbrengsten te zien, noem het maar op. Hollands Nieuwe spreekt voor zich, denk ik. Dat is mijn provider waar ik zit met mijn telefoon en mijn data en noem het maar op. Dan gaan we verder. LinkedIn gebruik ik eigenlijk niet heel erg veel. Ik open hem eigenlijk meestal 9 van de 10 keer om daarna even die meldingen weg te halen om daarna weer weg te gaan. Dat is oprecht het enige waar ik het voor gebruik en om af en toe iets op te plaatsen. Maar meer dan dat eigenlijk ook niet. Gmail spreekt voor zich, bijna hetzelfde als mail. Mijn Meander, dat is mijn ziekenhuis-app waar ik al mijn waardes en zo kan zien, mijn afspraken kan zien, noem het maar op. Bierdeel, volgens mij ben ik geen eens ingelogd op dit moment. Ja, gebruik ik eigenlijk ook niet meer. Oeps. Ik was er echt heel trouw mee om altijd een bierdeel up te loaden. Maar ik ben er een beetje van afgestapt. Oké, Messenger hoort bij Facebook. Ja, een beetje hetzelfde als WhatsApp en dat soort dingen. Maar gebruik ik ook niet heel erg veel. Barter gebruik ik wel. Laatste tijd ook niet meer heel erg veel. Omdat, nou ja, er niet echt dingen zijn waarvan ik denk van ja, dat wil ik doen. Maar het is eigenlijk een samenwerkingsapp. Dus je kan je voor ergens aanmelden en dan kiezen hun of je er geschikt bent. Of je er geschikt voor bent, ja of nee. Nou ja, Wix is voor mijn website die ik gebruik. En FaceTime kent iedereen eigenlijk ook wel, denk ik. Dus ja, dat is mijn social mapje. Waar eigenlijk al mijn sociale media apps in staan. En die ik eigenlijk veel te vaak gebruik op dag. Nou, dan gaan we naar een best wel klein mapje. De naam Pictures heet het. En dit zijn eigenlijk allemaal dingen die ik gebruik voor foto's bewerken. Foto's editen en video's editen. Zoals CapCut in dit geval. Ik kan CapCut op zich wel ook even openen. Want ik had laatst dus een soort van kortere vlog gemaakt. En dat zag er dus zo uit. Welkom bij de vlog. Wij gaan een kick-up leren, part 1. Nou, we zijn al een uur bezig. Ja, het spreekt op zich niet heel veel aan. Maar je kan gewoon lekker editen als je iets op je telefoon hebt gefilmd. Je kan tekst erbij toevoegen. Oh, kan ik? Ja, je kan er tekst bij toevoegen. En noem het maar op. En dat is soms hartstikke handig als je even iets snel wilt editen op je telefoon. Lightroom, ja, spreekt denk ik ook wel voor zich voor de meesten. Stel, ik zou bijvoorbeeld even heel snel deze foto pakken. Ik heb eigenlijk altijd mijn eigen voorinstelling. Nu is dat op deze foto echt totaal niet mooi. Nee, bah. Stel, ik zou deze foto kiezen. Nu is deze foto al bewerkt, zoals je kan zien. Letterlijk met dezelfde voorinstelling. Dus ik heb hier eigenlijk de Bright Neutral. Ik doe deze even naar beneden. Ik doe deze ietsje naar beneden. En de blauwe kleur, want die is iets te heftig. Oh, hallo. Tadaa. En je hebt je eigen bewerkte foto. En dit is namelijk ook gelijk mijn instellingen voor Instagram. Voor mijn foto's die ik gebruik. En Light is namelijk ook weer heel... Oh, ik heb deze nog ineens geopend. Lol, zo zie je maar. Ik weet hoe Enlight werkt. Hetzelfde als dit. Nou, oh. Ha! Jemig. Dit is een foto met mij en mijn mama. Nou, super mooie foto. Stel je wilt, ik zeg maar wat, mixer en je wilt, ja, ik weet hoe dit werkt jongens. Stel je wilt deze foto erin editen. Nou, ik doe het nu even op een hele slordige manier hoor. Maar dan kan je zo, wauw, hartstikke mooier in editen. Ja, goed. Ja, neem mij niet te serieus alsjeblieft. Wat je ook kan doen is dat je een beetje gekke dingen ermee toevoegt. Ja, ik gebruik dit eigenlijk niet echt heel erg veel. Ja, leuk. Leuk voor een keertje, maar daar blijft het ook al bij. Ja, een CapCut heb ik net al laten zien. Dan heb ik Canva en ik gebruik Canva op zich niet heel erg veel op mijn telefoon, wel op mijn laptop. Canva op mijn telefoon, ja, handig om even heel snel iets te laten zien of iets toe te voegen wat bijvoorbeeld bij mij het erin schiet. Maar verder gebruik ik het eigenlijk niet heel erg veel. Wiz lijkt een beetje op de app van Wix.
Maar dit is dus om mijn lamp aan te zetten. Ik weet niet of je het... Ja, je ziet het misschien in de spiegel ook. Ja, want als ik gewoon... Ja, ik weet niet of je het ziet, maar... Ik denk dat je het wel ziet. Ja. Nou, dat dus. Om mijn lamp aan te zetten. Super handig. Ja, dat was eigenlijk ook weer deze pagina. Niet heel veel belangrijks, niet heel veel bijzonders. Maar ja, toch leuk om te weten, denk ik. En dan gaan we naar de allerlaatste pagina. En hier zijn eigenlijk alleen maar apps die ik of niet heel veel gebruik. Of juist wel gebruik, maar dan een soort van eigen aparte pagina voor wil hebben. Waaronder de diensten, mapje om het zo te zeggen. Ik heb hier eigenlijk alle overige apps zoals dictafoon, kompas, meten, vergrootglas, opdrachten, wachtwoorden. Ik heb hier wel de Aurora app, als ik het zo kan zeggen. Die heb ik dus nog niet gebruikt. Zoals je ziet. Ik heb hier wel de Aurora app. En hier kan je dus zien of er noorderlicht te spotten valt. Ja of de nee. Nou ja, nu is het natuurlijk niet heel erg veel. Maar ja, die gebruik ik dus af en toe. Flightradar gebruik ik ook. Stel, mijn ouders die gaan bijvoorbeeld een weekje weg. En ze geven hun vluchtnummer af. Dan kan je daar dus al je vluchten op zien. En zoek mijn iPhone is dat volgens mij, heb ik ook gewoon omdat ik best wel veel Apple devices heb. Dus daar kan je alles lekker gewoon op zien. Ja, niet een heel erg bijzonder mapje, maar wel handig als je het noorderlicht wilt zien. Of even snel wat moet opnemen met dictafoon en noem het maar op. Verder is het eigenlijk wel een beetje hetzelfde geweest, gebleven. Rekenmachine, spreekt voor zich. Google Translate, heel af en toe heb ik moeite met een woord. Google Translate is je beste vriend ermee. Het reizenmapje is eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde gebleven. NS9292 spreekt denk ik voor zich voor de mensen die heel vaak met de trein of met de bus gaan. Easy Park heb ik vanwege de auto. Stel ik moet ergens parkeren en dan moet je hem aanzetten. Dat kan dan dus gewoon met die app. Check and Go Sharing zijn eigenlijk scooters hier in Amersfoort die je kan gebruiken voor de leen. En dan kan je gewoon heel makkelijk van A naar B kan je eigenlijk gaan. Het is wel prijzig, daar ga ik wel heel eerlijk over zijn. Maar ja, stel ik heb bijvoorbeeld een bus gemist of zo, dan is dat echt oprecht de perfecte manier om nog op tijd te komen. Camera Connect, die heb ik nog niet ingesteld, maar ik kan dus met mijn telefoon kan ik dus met mijn camera verbinden om bijvoorbeeld beelden over te zetten, foto's over te zetten als je niet wil wachten totdat dat dus op je laptop kan. Live 360 heb ik met mijn ouders. Ze kunnen elkaars locatie stalken. Ja, hartstikke leuk. Shazam spreekt denk ik voor zich. DigiD, dat had ik volgens mij toen de coronaperiode kwam. Nu gebruik ik het alleen maar om ergens in te loggen. Voor de rest niet echt een hele boeiende app verder. Rabobank spreekt voor zich, denk ik. Bankieren app, hou ik allemaal dingen in bij. Spotify, natuurlijk wel heel belangrijk. Ik heb heel veel playlists, zoals je kan zien. Ik gebruik eigenlijk alleen de bovenste vier. Ja, wat dit allemaal is, Joost mag het weten. Maar ik gebruik eigenlijk alleen de bovenste vier. Het gaat ook echt van pop naar Nederlands naar... Ja, echt van alles en nog wat. Nu.nl, volgens mij heb ik deze ook nog niet geopend. Nee, dat bedoel ik. Het nieuws. Heel af en toe krijg ik een melding om mijn notificaties. En dan kan ik daarop klikken. En dan ben je gelijk weer up-to-date. Arrange Us, als ik het goed uitspreek, is eigenlijk een app voor de danswereld, om het zo te zeggen. Ik kan het wel even snel laten zien als die ook meewerkt. Stel, je hebt 12 mensen in je team. Dan kan je eigenlijk gewoon zeggen van, hey, ik wil bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da, oh, ta-da-da, da. Oh, nu heb ik één meer. Oh, wacht, ik ben er één vergeten. Zo. Stel je wilt zo beginnen, kan je eigenlijk de hele tijd zeggen van, yo, ik ga nu even een positie aanpassen. En dan, het spreekt voor zich. Ik denk dat de dansers wel weten wat deze app inhoudt. Dus verder ook niet heel erg veel bijzonders. Flitsmeister. Wel heel erg belangrijk, want stel je rijdt hard en je hebt een flitspijl, dan ben je gewoon echt de lul. Ik heb volgens mij één keer meegemaakt dat ik geflitst ben. Maar ik dacht eerst per ongeluk dat het een 80 weg was en toen bleek het volgens mij een 70 weg te zijn of zo. Of het was een 60 weg en ik reed 70 of zo, weet je wel, op die manier. Die fout overkomt je één keer en daarna nooit meer. Shine, Shein, kleding, shoppen, kijken, inspiratie opdoen, noem het maar op. Nu heb ik... Oh, deze map heet letterlijk gewoon map. Het is eigenlijk mijn games mapje, om het zo te zeggen. Ik gebruik eigenlijk vooral Wordfeud met mijn opa en oma. Monopoly Go gebruik ik heel af en toe.
Royal Match gebruik ik als ik geen internetverbinding heb en ik moet lang wachten. En deze, ja, heb ik ook nog niet. Nee, ik heb echt heel weinig nog aangezet. Maar ja, het is gewoon grappig om een paar spelletjes op je telefoon te hebben. Pool Manager, dat is mijn werkapp. Hier kan ik eigenlijk gewoon al mijn diensten inzien. Hoeveel ik heb gewerkt, hoeveel uren ik maak in een week of per maand. En wat ik uiteindelijk per maand ook heb gewerkt. Ontzettend handig. Je krijgt ook meldingen als er bijvoorbeeld een nieuw rooster op staat. Of noem het maar op. Snelstart is mijn boekhoudingsapp. Hoe noem je het verder? Boekhoudingsapp. Voor mijn dansschool. Spreekt ook voor zich, denk ik. Prime Video heb ik al op staan. Gebruik ik eigenlijk nog niet heel erg veel. En WhatsApp Business gebruik ik als ik mijn zakelijke telefoon niet mee heb, maar ik moet wel bereikbaar zijn. Dus dan kan ik gewoon even switchen en dan kan ik hier gewoon eigenlijk al mijn chats op zien. En dat is eigenlijk letterlijk gewoon mijn telefoon voor nu. Ja, niet heel veel bijzonders. Het is ook niet heel erg veel veranderd. Ik vind het wel een stuk cleaner zo, ook vanwege de achtergrond. Maar verder, het is een telefoon en ja, daar blijft het bij. En dat was alweer deze video voor deze keer. Ik hoop dat jullie hem super leuk vonden. Ik hoop ook trouwens dat mijn screenopname... Ja, kijk, top. 21 minuten. Potverdikkie. Deze video is ook zo ontzettend lang geworden. Sorry. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Er komen weer heel wat nieuwe video's aan. Dus hou zeker mijn kanaal in de gaten. Abonneer om niks te missen. En zet het belletje ook vooral even lekker aan. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei doei!